kijkers van Clooney Games. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video van Slime Rancher. Maar kijk, al onze wortels zijn gegroeid. Maar vandaag gaan wij in die mysterieuze tunnel waar we in de vorige aflevering de Golden Slime vonden. Wat echt super cool was. Oké, we hebben niet genoeg inventory space. Maar daar gaan we dus vandaag in. Laat nog even een like achter als je super veel zin in hebt. Etenstijd. Het is etenstijd. Wow, jullie gaan gelijk lekker bouncen. Oké, nou laten we even nog meer wortels pakken. Wow. Wow, lekker veel wortels. Lekker veel wortels. Zo, pop ze de grond uit. Pop ze maar lekker de grond uit. Huppakee. Oké, we hebben 16. Nu, oh, daar groeit al een wortel. Nu hebben we 20 carrots weer. Oh, dat was een slime. Carrots! Zo krijgen we zoveel ploorts. Deze mag ook even in. Vind ik wel leuk. Oh, de muziek is in de nacht super nice. Ah, Slime Ranch is zo'n schattig game. Waarom groeien er constant wortels? Ik denk dat we moeten slapen, want er komt echt een heel eng muziekje. Ik ben bang. Ik ben bang. Ik ben bang. Ik ga slapen. Ik ben bang. Ik ben bang. Ik ben bang. Oké. Eet deze dingen. Kijk hoeveel ploorts. Of we zitten nu al vol. En kijk hoeveel nog liggen. We worden de rijkste ooit. Nu heb ik nog niet zoveel slimes. Eigenlijk, ik weet niet waarom. Die tabbies en alles wil ik eigenlijk overslaan. Dat kost te veel. We hebben een nieuwe. Jullie weten toch dat we in de vorige aflevering de gold ploort hebben. En als ik er twee heb, wil ik hem eigenlijk gaan verkopen. Maar ik zit eraan te denken. Jullie mogen zeggen in de comments of ik hem... ga verkopen. Dat krijg je maar 400 muntjes. En dat krijg je zo als je elke dag even speelt en die wortels pakt en daaraan voert. Dus ik zou het niet doen als ik jullie was. Of houden. Ik wil hem toch liever houden. Ik wil hem echt niet weghalen. Maar kijk hoeveel ploorts. Oh, dit is toch chill. Huppakee, even rennen. Ik zei remmen volgens mij. Even rennen. Huppakee. Kijk, we hebben nu al zoveel als dat je met één gouden ploort verdient. Nou, het is de moeite waard. Oké, we hebben bijna de 700. Maar ik wil een upgrade kopen. Ik wil de upgrade power core kopen. Dus dan hebben we extra power. Maar 50 meer. Ik dacht 100 meer. Oh. Dat is niet fijn. Dat is niet fijn, maar misschien kunnen we nog even een ranch upgrade. Vaarwel. Ik zie jullie laatste blije gezichtjes. Jullie laatste blije gezichtjes. Jouw laatste blije gezichtje, maar vaarwel. Ik ga. Oké, laten we in het gat gaan. Ik ben echt scared. Ik ben op de helft. Trouwens, zit hier boven nog wat. Oh, je mag niet zo hoog vliegen van het spel. Stom spel. Dit is een stom spel. Waarom mag je niet zo hoog vliegen? Jongen, er gaat zoveel van je jetpack af. Als je gewoon gaat jetpacken, er gaat zoveel vanaf. Oké, nog maar een kwart. Oké, kom op. Rennen, 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 rennen. Rennen. Dat kistje zit daar niet meer. Zit de kist hier nog? Nee. Want hier krijg ik de gold slime uit je wel. Hij is er wel. Please. Gold slime. Nee, alleen maar geld. Alleen maar geld. Oké, nou. Laten we het gat erin gaan. We kunnen niet meer terug, tenzij we een knop vinden. Dus laten we gaan. Oké, het maakt niet uit of je de jetpack gebruikt. Want kijk, je komt gewoon niet omhoog. Dus je moet er langs. En ik weet dat hier heel veel secrets zijn. Ja, ja, ja. Water slime. Water slime. Water plort. Dat is ook goed. Ja. Oh, ik dacht dat hij de water slime meet. Oh, sorry, ik was zo erg aan het concentreren dat ik alleen maar zei... Ja, water slime. Oké, we kijken hier bij slimes. Een puddle slime. Ja, hier hebben we een pool voor nodig. Hij hoeft niet te eten, dus die generate automatisch plorts. Yes, ik ben blij dat ik die heb gevonden. Want volgens mij vind je die niet zo snel in zo'n pool. Maar we hebben hier nog een kist. En die poppen we. Oké, daar ging veel HP vanaf. Oké, we gaan even hierboven kijken. Het spel wil niet dat je zo hoog vliegt. Nou, laten we maar eerst gewoon de knop vinden en activeren. Kunnen we later nog terugkomen. Niet nodig.
Maar ik ben zo blij met die puddle slime, joh. Laten we kijken. De Tabby Plorts hoef ik niet. Een jetpack heb je hier echt voor nodig voor dit stukje. Dude. Een prayer hen. What? Wow, dit spel is geüpdate. Wow. Yes, een kist. Wow, deze plek is helemaal met paddenstoelen. Wow. Laat me even kijken. Dit is een dodelijke plek. Ik geloof je, maar ik ga het toch... Ja, die ken ik. Die ken ik. Hier moet je gewoon vet snel langs. Ja, we hebben water. Oh, honey slimes, honey slimes, honey slimes, honey slimes. Oké, nou eerst hebben we de honey slimes nodig. Wat eten de honey slimes? Mint mango. Oké, ze eten fruit. Gelukkig. Jeetje. Wie deed dat? Oh, daar is een boze. Daar is een boze. Kijk uit. We vinden zoveel nieuwe dingen. Ik wou dat ik een tank upgrade heb gedaan. Ja, paddle slime. Oh, daar is een plort van de paddle slime. Maar die genereert toch automatisch. Wow, dat zijn boom slimes. Aan boom slimes heb je niks. Sorry dat ik alles al weet van de vorige serie. Maar aan boom slimes heb je niks. Oké, daar is de knop. Daar is de knop om terug te komen bij de basis. Die wil ik eerlijk gezegd nog niet indrukken. Nee, die wil ik eerlijk gezegd nog even niet indrukken. Omdat de tijd is nog lang niet voorbij. Nou, eigenlijk wel. We moeten eigenlijk straks weer terugkomen omdat mijn inventory nu vol zit. Ja, oké. We hebben het gedaan. We kunnen nu niet meer terug. Nee. Trouwens, die knop is ook geüpdate. Maar we hebben dus nu honey slimes. En die mogen van mij even wat Q-berries. Want die plorts zijn veel meer waard. Kijk, dit is de honey plort 72. Die zijn veel meer waard. En de puddle slime plort zijn veel minder waard. Maar dat komt omdat die prijs omhoog is. Oké, laten we hier even zo'n pool kopen. Zo'n pool. Oh jeetje, Mina. We hebben geen plekken meer. Oh, je kan ook extenden. Kijk, ik heb trouwens al een heel plan sinds de vorige serie. Daar wil ik mijn kippen. Die wil ik dan eigenlijk weg. Hier wil ik mijn kippen. Hier alle ranches. Daar wil ik alle grote slimes hebben. Want daar heb je namelijk een dakje. En dan springen ze er niet uit. En daar wil ik zeg maar alle waterslimes. Maar voor nu, we kunnen het altijd nog verbouwen. Wil ik gewoon even hier een pond. We hebben bijna genoeg. Oké, laten we hier de pond gaan kopen. Zo, en als het goed is, kan je deze niet upgraden. Nee. Dus je moet gewoon deze erin schieten. En dan blijven ze daar. A real white bird that loves to ram meat. Favored by the boom slime. De boom slime wil deze. Maar gaat deze iets opeten? Hier zit een slime in die constant kippen zit te eten. Oliebol. Nee, dat vind ik echt niet fijn. Oeh, daar kan je ook nog dingen verkopen. Wat doet die? Die gaat niet mensen eten. Oké, gelukkig. Maar die pond slimes gaan dus automatisch plorts genereren als het goed is. Eerst waren het gewoon ballen, maar deze zijn echt niet schattig. Maar laten we gewoon gauw teruggaan in het gat. Oeh, hier is denk ik wel een goede deal. Oma, dat vind ik echt geen goede deal. Kijk eens, ik zie jullie wanneer ik weer bij het mysterieuze gat ben. Hier zou niks goeds in moeten zitten, omdat het helemaal niet ver weg is van de basis. Nee, dit zit er ook niet. Zit er ook niet. Maar later heb je echt een slime ranch, dan kan je een dikke basis maken. Maar eerst was het niet zo uitgebreid, maar nu heb je volgens mij, daar heb je ook iets. Daar kan je ook langs, alleen dan moet je weer een key hebben. Nu is het vet uitgebreid, heel erg. Je kan superveel dingen doen. Hup. Wow, gold slime. Hoe pak je de gold slime? Maar... Ik vond het wel dat we die gouden plort niet verdienden, want daar hadden we er nog één. Wat een weer een gold slime. Hoe moet je die slime pakken? Dat was weird. Oké, laten we weer even omhoog gaan. Nee, het wordt nacht. Nee, het wordt nacht. Gelukkig maken de slimes me blij. Laten we dit keer deze kant op gaan. Boom slimes. Kijk uit.
Een sleutel. Deze. Kijkers, ik weet al iets voor de volgende video. We gaan die Tabby Slime laten ontploffen en dan gaan we deze deur openen. Ja. Ja, dat gaan we doen. Maar voor de rest was dit zo'n beetje alles. We hebben alles hier zo'n beetje geëxploreerd. Dus die deur gaat naar een volgend stukje. Maar kijkers, dan is het niet alles. Je hebt niet één pad om te volgen. Want je hebt ook meerdere paden. We kunnen nog ergens anders heen hierna. Daar zag ik iets. Maar ik weet nog een andere weg. Die kunnen we straks ook nog even bekijken. Want daar hebben we nog tijd voor. Daar zie ik iets. Kom op, kom op. Regen. Regen energy. Regen energy. Wow, kijk hem lekker spinnen. Kijk. Treasure pod locked. Ik vind het wel mysterieus. Hier zit een heel raadsel achter. Achter Slime Rancher. Wie had dat ooit gedaan? Dat is zo oneerlijk. Ik kon je niet pakken. De tar. Ga weg, tar. Wacht. Ik ga daar proberen te komen, oké? Yep, ben er. Got it. Oké, we gaan even kijken wat hier zit. Ik heb toch geen spullen bij me. Yo! Hier spannen ze echt veel, die beesten. Wow, dit is een soort vet creepy oerwoud. Slime Rancher is opeens heel eng. Oh, het is super schoon vanaf boven, hè? Ik kijk hier. Wow, boom. Nee, nee, ga weg. Niet op mij exploderen, want het doet vet veel damage. Dude. Hunter slime. Ik heb een hunter plot. Dude. Zag je trouwens die slimes daar vliegen? Hunter slime. Roostro. Nu moet ik niet doodgaan. Want deze wil ik niet verliezen. Daar is een trap. Dit is zo eng, hè? Dit is zo eng. Ik ben bang dat deze trap af gaat breken. Wow, wow. Wat is dit? Oh, dat is water. Het is maar water. Wow. Dit is zoveel om te exploren. Ik word er helemaal bang van. Wat gaat er gebeuren? Roestroos. Zo'n paddelploort. Oh, hij gaat exploderen. Jeetje. Oh, daar gaat veel HP vanaf. Ik moet die Hunter Slime niet verliezen. We konden nog de andere kant op, maar dat leidt denk ik naar hetzelfde. Gelukkig. We kunnen naar huis. Ik ga slapen. Wat was dat? Kijk hoeveel ploorts. Ik zei toch. Je krijgt automatisch ploorts van deze dingen. Maar we moeten dus die Hunter Slimes Roost Roads gaan voeren. Want dan krijg je een deel van ploorts, omdat dat hun favoriete food is. Coral. High walls. De Hunter Slime. Spring jij. Wow. Dat beest is gevaarlijk. Kijk, hou hem even hierin. Want ik vond het een beetje eng. Die hunterplot is vet veel waard. Ik wou niet zeggen, we komen dichtbij bij uitspelen. Maar je kan nog een vet grote basis maken. Ik wil wel een super coole basis maken. Maar ik wil echt alles zien van de map. Ze hebben het nog lang niet uitgespeeld. Sorry Roestroos. Rip Roestroos. Ik voer 3. Ik wil nog wel even wat Roestroos. Wow. Hij komt echt op je af. Hier, eet maar. Je hebt alvast wat voedsel. Nee, je bent jaloers. Ga maar weg. Gaat hij het eten? Hij moet eerst even onzichtbaar worden. Er zit gewoon kip hier met hem te chillen, joh. Gaat hij nog onzichtbaar worden? Oh. Hij gaat erachteraan. Hij wordt bij zijn staart gebeten. Oh, dit is een belangrijke missie. Oh, hij gaat hem aanvallen. Hij valt meer mij aan. Zijn favoriete food is toch roestroos? Ja. Hier, eet deze roestro. Waarom ga je hem niet eten? Oliebol. Jeetje. Oh jeetje. Doe even normaal. Oh, hij heeft dik wat gegeten. Holy moly. Je moet hem denk ik gewoon alleen laten. Wow. Wow, dat is dan weer iets van 160 euro erbij.
Huppakee. 200 of zo. Maar kijkers, hopelijk vonden jullie deze Slime Rancher video superleuk. Ik vind het super awesome, maar we kunnen zoveel doen. Mijn hoofd zit vol met ideeën, dus ik ga zeker door met deze serie. Maar laat nog even een like achter als je het superleuk vond. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later!